Vorige week, Jan, heb jij dingen gezegd over Koetlife. Ja, dat klopt. Je hebt gezegd dat die man de standaard dingen, de depressieve postbode, zijn dikke ex en ook zijn lelijke kinderen. Ja. Hij is er klaar mee, Ruben Koet. Ja, ik hoorde dat hij boos was. Hij heeft jou aangepakt. Nou, pittig. Ben je klaar voor? Nou ja, laten we maar beginnen dan. Ik heb lelijke kinderen. Tenminste, dat zegt Jan Roos. Ja, dat klopt toch ook. Dames en heren, bij een nieuwe video hier op Koetlife. Kijk, hier zie je die kinderen ook, hè? Ja, bijzonder lelijk. Dat is mijn favoriet, Jane. Koetlife. Ja, Jan Roos. Ik kende hem niet, maar dat is een man die een YouTube-kanaaltje heeft en die vindt het nodig om mijn kinderen iedere keer lelijk te noemen. Dat heeft hij niet één keer gedaan, heeft hij onderhand vier keer gedaan. Wie is Jan Roos? Nou, zo ziet hij eruit. Misschien was hij als kind wel knapper, ik weet het niet. Maar hij vindt het blijkbaar nodig om iedere keer mijn kinderen lelijk te noemen, mijn ex uit te schelden en mijzelf iedere keer als depressieve postbode neer te zetten. Ongelooflijk, hè? Wat een ongelooflijke lamlul die gozer. Maar goed, hij is boos. Hoeveel minuten? Hij heeft een kwartiertje gemaakt dat hij boos op me is. Het zal allemaal wel. Kijk, ik kan je vertellen, hoe heet hij? Ruben Koet. Ruben Koet. Het is heel simpel. Jij bent een depressieve postbode, je ex is gewoon bijzonder lelijk dik wijf. Nou, goed, jullie hebben kinderen gemaakt. Wat krijg je dan? Lelijke kinderen. Kan je ook niks aan doen, niks mee aan de hand. Dan zeggen natuurlijk mensen, ik kreeg ook wel een paar berichtjes van mensen die jouw treurige leven volgen. Dat kan je niet maken, dat kan je niet zeggen over kinderen. Maar, kan je het wel maken dan om je kinderen zo uit te melken zoals jij doet? Ik moet eerlijk zeggen, en nou begin ik een beetje truttig te worden. Hier moet toch eigenlijk gewoon wetgeving op komen. Die gozer die volgt bij de bevruchting. Nou, godzijdank hebben we daar geen filmpje van. Want je zou die depressieve postbode op die nijlpaard hebben moeten zien liggen. Zeg, kaleren. Maar vanaf de bevruchting worden die kinderen gefilmd. Die kunnen godverdomme niet een keer schijten of op hun bek gaan. Of die lul staat er met die camera bovenop. En die worden alleen maar uitgemolken. Zodat die pik lekker likeie scoort op zijn YouTube kanaal. Dat is niet alleen kinderarbeid. Dat is ook kindermishandeling. Enfin. Dus als je kinderen zo uitbijt, als een circusaapje. Zo zie je maar. Dat gebruik ik niet alleen maar voor de donkere mensen. Dan moet je niet zeiken als er iemand wat over zegt. Dus luister vriend, je wil je kinderen exporteren. Kan allemaal. En dan heb ik er een meningje over. En echt knap zijn ze niet, toch? Laat eerlijk zijn, die zijn toch niet knap? Wat een lelijke kinderen. Verschrikkelijk. Een mooiheid zit vaak van binnen. Ja, nou, als je de DNA van deze meneer en dat lelijke dikke wijf van hem ziet, dan zit er ook geen enkele vorm van mooiheid van binnen. Dat zijn gewoon, dat noemen we genetisch afval. Moet er ook zijn. Moeten ook uiteindelijk mensen gewoon bij de kassa op een gegeven moment een bos peterselie langs een rood lichtje trekken. Dat is helemaal niet erg. Maar ga er niet zo stoer lopen doen. Oh, Jan Roos, ik heb er nog nooit van gehoord. Joh.